Hey kijkers van Shadow Games 23, ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie mijn first look van de nieuwe game Crysis 3. En ja, ik weet het, ik ben er een beetje achtergebleven met de hele Crysis 3 hype. Nou, in ieder geval zo lang het duurde, want iedereen op YouTube die ook altijd COD speelde, die uploadde dan gewoon ongeveer een maand alleen maar Crysis en daardoor helemaal niks meer. Maar goed, in ieder geval jongens, ik heb de game nu, ik heb hem toen gratis bij mijn monitor gekregen en zo heel opgestrekt daarmee. Maar goed, dat hoeven jullie allemaal niet te weten. Maar goed, ja, ik heb natuurlijk wel even mijn wachtwoorden en zo weer gevuld, maar ik heb nog geen potje gespeeld. Ik heb nog überhaupt zowat niks gezien van de game. Dus ja, wel, press enter to begin. Oké, prima. Oké, options. Ik ga eerst even de sounds laag zetten. Sound. Gaan we naar music volume. Gaan we naar 35. Gaan we naar 30. Sound, dat kan wel zo. En dialogue volume, dat kan ik wel naar 30. Zo, zodat de sound dat dan een beetje naar voren komt. Goed, wel, apply denk ik. En dan back. En dit vind ik echt wel cool dat dit beweegt zo. Multiplayer. Let's go. Ja, let's go jongens. Goed, dus even kijken. Als het goed is, heeft hij mijn ding onthouden. Even kijken. Enter, ja. Oh, ja, dit is prima. Ja, dit is mijn public e-mail jongens. Hier staat Shadow Games niet onder. Maar, ja. Oké, pom-pitom-pitom-pitom. Oh my god. In armor mode, die Neo Sword provides additional full running complete skills. XP. Oké, het zal. Hoe spannend. En ja, jongens, laat even achter in de comments. Wat moet ik doen? Moet ik een multiplayer serie doen waarin ik zoveel mogelijk ga unlocken of een Road to Commander? Of in ieder geval het ultieme level gaan halen. Niet prestige en zoals het überhaupt kan, ik weet het allemaal niet. Of moet ik een campaign playthrough doen waarin wij de campaign gaan doen, zeg maar. Dus laat het achter in de comments, multiplayer of campaign. Goed, wel, even kijken. Customize equipment. Kan dat al of niet? Wow, yo. Oké. Ja, en kan ik dan ook met camo's of zo? Scar mode. Die heb ik nog niet geunlocked. Oké. Next level is 10 kills. Hoe moet je dat customiseren dan? Oké. Back. Wacht, misschien de rechtermuis of zo. Nou, in ieder geval back. Pistol, weet je wat? Ik vind het helemaal prima. Join the motherfucking match. Even kijken, wat is dit dan weer dan? Server name. Prima, join. Players, 0. Oh wacht, hier zijn wel players. Join. Connecting, oké. Wel, dat is anders dan Call of Duty. Oh, we gaan beginnen! Spannend, oh god. Dat is anders dan Call of Duty. Het is net zoals Hunger Games dus, met lobby's en zo. Oké. Wel dan, dit wordt interessant. Ah, yes, yes. Even kijken. Ja, oké. Ik vind het helemaal prima. Select. Dus mijn allereerste, dit is überhaupt hoe sprint ik. Dit is mijn allereerste first person shooter game op de ding. Dus dit wordt echt gewoon dramatisch. Oké, die is goed. Die is dan dus goed, of niet? Of is het free-for-all? Ik mag hopen dat het niet free-for-all is, want anders dan heb ik een groot probleem. Even kijken. Wel, dit is chill. Wel, er loopt iemand. Kan ik die neerknallen? Nee, dit is... Het is geen free-for-all. Waar moet ik in godsnaam heen, jongens? Wee, boom. Wel eens een gastjes. Chum, 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 chum. Oh, die moet ik killen. Oepsies. Oepsies, oepsies, poepsies. Pieuw, hartstikke dood. Oké, wel, let's go again. Kan ik ook die dingen doorspoelen of zo? Nou, weet ik veel. Dat zie je wel, we laten wel. Let's go. Kill some bad guys. Maar ja, allereerst first person. Allereerst first person shooters op mijn computer. Dat is alles. Nice. Even kijken. Ik moet toegeven, ik ben blij dat ik de game heb. Echt waar. Woeio, wat is dat voor chilling? Even kijken. Oké. Dat is handgranaat. Secondary, oké. Ik ga met de secondary. Jongens, ik ga met de secondary. Nee, dat is ook een beetje raar natuurlijk. Even kijken. Waar zijn alle gastjes dan? Hier in de kloof of zo. Sterf, mol. Oh, ik heb een assist. Oh, reload. Is dat erg? Ja, dat is erg. Oké. Reload. Haken. Oh, MG. Geef mij dat ding.
Geef mij dat ding. Ik wil dat ding. Waar is dat ding? Geef mij die kruisboog, echt waar. Ruil voor dit ding. Oké, dat is. Nice one, Bigums. Oké, die is zo voor mij. Ik ben een archer, jongen. Yeah! Auw. Auw, help. Auw, wat is dat nou? Ah, ja. Kan ik dit niet doorsteppen of zo? Escape, denk ik dan. Oh, ik heb een radar. Dat is altijd handig. Waar moet ik in godsnaam langs? Oké, hier langs. Wel, ik heb een boogkill. Dat is wel nice. Oké, wel, dan gaan we hier naar boven toe. Gaan we gastjes doodmaken. Multiplayer lijkt me wel het leukst. Oh, what the fuck is dat voor ding, echt waar. Escape. Kan ik daarmee... change equipment. Ik heb niks anders. Kennelijk. Wacht, kan dat niet? Yo, nou, we doen gewoon een assault. We hebben dus allerlei verschillende classes, oké. Wel, wat ben ik in Jezus naam? Oké, wel, daar is iets. Moet ik ontlopen. Dat is, was het heel erg dodelijk. Oh, headshot! In je face! In uw face, motherfucker. Hey, vind dat normaal zo? Auw. Wat doet hij, melee of zo? Fuck dat. Nou, killcams dus, die laten automatisch zien. Kun je niet weghalen, zo zien, oké. Wel, oké, waarom ren ik dan automatisch? Oké, nou, dat maakt op zich dan ook niet uit in principe. Want daar is zo'n filmding. Ik gooi dit ding op jou. Zo. Ik weet niet wat het doet. Maar het zal vast niet leuk zijn. Ja, ik zie het echt wel. Hoor. Spring. Weet je wat? Ik ga je helemaal doden met mijn handgun. Oh. Oh. Fatal detach. Geef maar. Dank u wel. Oh. Auw, dat doet pijn. Oh ja, is hij al dood? Hij is nog niet dood, maar ik ga er wel heen dus. Oh. Ik heb maar een paar kogels over, jongens. Kom eens hier, son of a bitch. Ik ga je even doodmaken. Oh god, dit wordt interessant. Nee, oh fuck. Wel, dat is een vervelend wapen. Even kijken, ik ga gewoon iemand doormaken met handken. Pom, 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 pom. Ja, dit wel voor 30 euro, dan ben je toch ook gewoon happy. Ik kutgeval. Dit is vast gewoon oliedom om te doen. Maar whatever. Kijk, dan kan ik beter hiermee doen dan. Huh? Ja, hallo. Jongen, wat zijn we weer heerlijk, hè? Oké, waar moet ik heen? We hebben een tijd, zo te zien. Oh, daar hebben we wat gashies. En dan hebben we. Oh my god, ik zag nog wat. Wow, dat is nice, je kunt klimmen. Handgun. Met James Christus. Oh, ik heb hem! Ik had hem! Yeah! Donut movies, 2 kills. Ja, komt hij aan met zijn Mongolische wapen. Moet je kijken, wat is dat voor mink ding, hé? Hey. Oké. Wat doet controle? Dat doet niks, oké. Zetel en stand. Want het is echt ook gewoon. Oh. Kerel, ik kom jou helpen. De recoil! Oh my god. Oké, dan kunnen we denk ik beter dit doen. Zo. Naar de boven lopen, zo. En dan hier doden. Reloaden? Dat hoeft niet, oké. Is altijd nice. Kijk, wat is dit voor een crack ding? Oeh.
Doctech. Is dat een Doctech? Oké. Okay. Wel, tot nu toe voor de Crysis is wel epic. Zijn hier ook map packs voor eigenlijk, of wat? Oké, okay, zo'n invisible cloth ding. Oh, dat is wel lauw. Je kunt hem maar rennen en alles. Yeah, killed! Bitch! Oké, okay, nice. Het is een soort van Call of Duty, maar dan anders. Yeah! Got you! Wel, ik word hier zo goed in. Ik weet nou al dat ik dit spel epic ga vinden. Nou, ik vind hem nou al epic, maar... Woei! Kijk, je kunt ook alles, je kunt ook overal opklimmen. Dat is ook gewoon te episch. Hé, hey, laat ik dat ergens stomp eens proberen. Oh, oké. Okay. Wat is dit nou? Oké, okay, ik wil hierop klimmen. Kan ik hierop? Ja, dat kan ook nog, hè. Haja! Wajo! Oké, okay, ik ga wel even wat vijanden zoeken. Even ophouden met het gekloot. Ik denk dat ik Call of Duty Ghost, dat is de nieuwe Call of Duty, wat eigenlijk MW4 zou moeten heten, op de PC koop. Gewoon om eens een keer gewoon wat anders mee te maken. En natuurlijk ben ik in principe wel een console gamer, maar ik moet toegeven, ik vind dit lang niet verkeerd. Wel, hier zijn de vijanden, jongens. En ze zitten hier. Oh ja, ik zie jou daar wel boven. Kom dan, hè. Oké, okay, die is dood. Bam, jongen. Ik wil een keer een kill daarmee maken. Echt waar, niet nu natuurlijk, maar... Oh god, we zitten bij de spawn volgens mij. Wat is dat nou dan? Ik had het toch... De fuck. Kill. Ja hoor, komt hij weer met zijn boogje, de modder. Trucker. Kom op, ik wil een kill halen. Gaan we winnen of verliezen? Gaan we nou winnen of gaan we verliezen? OMG! Broken. The fuck? Victory! Yeah! Most valuable player. Oh, daar staat er ook helemaal bij en zo. Oké, okay, dat is wel lijp. Even kijken. Hoeveel kills? 5 kills volgens mij, of niet? Oh nee, wat zijn dat? Zijn dit kills of zo? Dat zijn toch kills dan, of niet? Ah, boom. Wauw. Die is ook dood, oké. Okay. Yo, kijk dan. Ze laten al mijn kills en zo allemaal zien. Nee, ze laten mijn kills gewoon zien. Wow, yo, dat is echt epic van Crysis. Oké. Okay. Level 5. Match bonus. Skill kills. Oké, okay, dat is altijd nice. The incredible bulk. Oké. Okay. Wow. Sharpshooter. Awarded. Oblivious. Nog een potje. Weet je wat, jongens? We gaan gewoon nog een potje spelen. Ik had het eigenlijk met classes willen doen, maar whatever, we doen het. Wauw, wat een fantastische game. Oh my god. Goed, ik moet nog even kijken, want natuurlijk alles is in beeld en zo. Even kijken, we gaan met wat anders. Marshall, ik wil snipe. 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 Oh. Kijk dan, ik heb een goede connectie. Wat weet ik voor players? Wacht, heb ik ook... boog of zo. Gunner, custom class. Nee, oké. Okay. Start ik match in 3, 2, 1. Oké, okay, dit is dus een sniper. Wel, is dit een snipe map? Ik weet het niet. Ik heb echt waar geen idee.
Oké, even kijken waar staat hoe we winnen. Oké, ook oh 0-0. Oh, oké. En dat rode flikkerende ding, dat is het enemy team. Ik begin het te snappen, jongens. Alleen ik weet niet waar we heen moeten. Dat is het hele eiereneten van vandaag. Oh, heb ik hem? Had ik hem of niet? Ik weet het. Ja, ik heb een assist gekregen. Oh ja, ik ben dood. Doei. Wat? Huh? Je kan. Wauw. Je kan gewoon. Auw. Oké, naar boven. Ik moet naar boven zwemmen. Kom op, zwem naar boven dan. What the fuck is dit? Is er ook een uitweg, jongens? Dat zou ik graag willen weten. Oh, ik snap het al. Kijk, dan doe je gewoon hier boost. Huh? Yeah! Oké, wel. That's how we roll, bitches. Goed. Even snipen, natuurlijk. Altijd leuk. Snipe! Even zo'n ding hier zo. Oh, ik had een assist. Verdorie. Respawning, 5, 4. Wat is dat voor ding? Boom, what the fuck. Oké, gerespawn, nice. Wat een chille game. Chille game. Chill, 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 chill. Wel, volgens mij gaan we verliezen. Oh nee, we staan winning natuurlijk. What the fuck was dat? Ik ben genoopdoopt. Dat is ook al het ding in Crysis 3, verdomme. Je had gewoon fucking genoopdoopt. Hey, ik dacht dat die boei iemand was, maar niet dus. Daar wordt wel geschreeuwd, hè? Oh, hi. Guardian! Son of a bitch. Floep. Lockdeck. Hallo. Iemand. YOLO. YOLO Polo Cats. Hup 1, 2. Hup 1, 2. Jump. Skills. Snipe. Nee, oké. Jump. Nice. Snipe. Waar spawnen ze dan, jongens? Wat? Nee. Kan ik? Nee, dit is niet het ding. Dit is niet het ding. Nee. Nee. Dit kan niet. Oh. Dan wat ik beknald dan? Ik ga dit ding gebruiken. Echt waar. Bitches, kom dan, hè. Oh, hier hebben we nog zo'n ding. Waar is... Kan ik daar op? Nou, nah, vast niet. Even kijken. Waar is iedereen dan? Het zijn wel kleine matches, hoor. Grote map. Verdomme. Wacht. Hier binnen zit zo'n mongol. Ik snap. Oh. Oh, wacht. Ik weet er waar zitten. Kijk, hierachter zo. Als je hier dan zo. Kijk, ik hoop dat dit ding werkt als een bezoeker. En dat je hem niet. Kerel, kill ze niet allemaal. Dat wil ik doen. Ik heb hier de bezoeker aan je. Boom, in face! Bitch! Godverdomme. Boom! Wat is dat nou? Oh my god, ik heb een assist gekregen. Oh ja, snipe. Quickscope! Hardscope, quick. Nee, oké. Okay. Die met die bezoek.
wat. Dat. Oh, iemand anders killde me. Oh, dat is een beetje sneu. Oké, okay, wel lekker lang potje vandaag. Wel, dat hebben jullie ook wel verdiend, denk ik. Had. Nee! Daar wil ik helemaal niet heen. Wat is dit nou weer voor onzin? Press 4. Ik snap het niet, wat dan? Volgens mij spawnen ze... What the fuck? Hoe kan hij dat ding bij zich dragen? Kijk dan, wat is dit voor de... Ja hoor. Komt hij met de vlammenwerper aanzetten. Jongen. Wauw gewoon. Kijk, het is niet dat ik noob ben ofzo. Nou, ik ben wel een noob natuurlijk nog, maar ik... Oh mijn jezus. Ja, wat denk je nou? Ik heb er geen woord voor. Ik wil gewoon respawnen. Mag ik respawnen alsjeblieft? Oké, hoe doe ik critical of zo? Hoe doe je dat? Q? Dat is clothing, de vraag is. Nee, E is clothing. Oh, dat is nice. En R dan. En dit en dit. Crouch. Cool. Oké, dat is dus weer ASD. En Q, dat is een schild of zo. Wat is enter dan? Ik wil melee weten. Wat is melee? Jongens, laat even achter in de comments. Wat is melee bij Crysis 3? Even damme. Holy shit. Ik had hem niet. Jammer. What the fuck? Dat is een C4. Kerel, oh hide in je hars is echt waar. Oh. Mag ik dat? Wat is dit voor ding? Hallo, mag ik wat uitleg graag? Oei joh, oké. Nee. Auw. Wat was dat, een killstreak of zo? Ja, oké. Even kijken, ik ga helemaal... Owner met mijn cloning device. Kijk, dat was E, niet? Ja, oké. Ga ik doen met mijn handgun. Wacht even, zo meteen. Wacht. Ja, dan drop ik een C4 op hem en dan ga ik. Ja, dat ga ik doen. Moet ik wel even herkennen natuurlijk. Ik onthoud dat het E een cloning device was. Moet ik alleen wel even weten waar iedereen is. Natuurlijk, maar anders kan maar waar natuurlijk nog niet verder. Hè. En dan, als ik dit weer doe, zo'n ding begooien. Wow! Ja, ga nou maar verder. Boom, ja, heel leuk. Lekker eerlijk ook. Hallo, cloning device graag. Gooi hem dan. Oh, ja, ingedrukt. Oké, nu weet ik tenminste hoe dat werkt. Het is ook gewoon een beetje kijken van hoe het allemaal werkt, hè. Niet gewoon gaan schieten en zo, neem ook gewoon echt alle ins en outs weten van de map. Maar ik had dus wel goed dat het een sniper map is, hè. Dat is ook wel weer wat waard, denk ik. Where are you people? What the fuck is dat voor ding, hè? Toch wat nou weer dan? Himmerig met een cloning ding. Oh. Ja, dank u wel. Eindelijk is hij dood. Even domme. Vind ik niet eerlijk waarom hij niet dood is. Vind ik gewoon niet. Nee, dat kan gewoon niet. Ik heb gewoon zoiets van, oh kijk mij spelen, kijk mij Crysis 3 spelen, ik ben noob. Maar ik vind het echt gewoon grappig. Iedere dam, hallo, what the fuck. Defeat? Nee, met 3 puntjes. Ja, hallo, dat is lekker eerlijk.
Hydrotem, oké. Okay. Wel, ik heb hoeveel kills? Wat zijn dit kills of zo? Wat is dit? Zijn dit kills of zo? Nee, weet ik veel. 10 kills of zo. Kijk, ik heb je kill 1. Nice. En dan hebben we kill 2. Boe. Even kijken. Dit is kill 3. En dat was het. Ik heb met 3 kills gemaakt. Het potje, oké. Oké, return to lobby. Customize equipment. Dat kan ik dus nu doen. Oké. Equip that modify attachments. Marshall. Zou ik ook? Oké, back. Waarom heb ik hem niet? Mag ik even wat uitleg hierover? Hell's Kitchen. Ja, maar ik wil helemaal niet nog een potje spelen. Dit wil ik helemaal niet. Oké, nog een potje. Fuck the system. Gaan we met de andere klas. Dit wordt gewoon een half uur lange Crysis 3 episode. Ik vind het helemaal prima. Even kijken. Gaan we wel even met Marshall spelen. Nice. Oh mijn god. Weer deze map. Geweldig. Wel, dit wordt heel interessant. Het is gewoon de commentary faalt gewoon. De gameplay faalt gewoon. Maar ja, dit is mijn first look van Crysis 3. Dus natuurlijk snap ik er niks van. Maar whatever, even kijken. Goed wel. Hoe werkt het ding? What the fuck? Over recoil gesproken. Wel. Jee, yeah, autootje trappen. Autootje trappen. Hey. Wauw, ik wil die boog ook. Hoe krijg ik die boog? Nou, weet ik. Oh ja, change equipment. Oké, dat weet ik ook veel. Gasgranaat. Jee! James! Jongen, dit is gewoon fucking. Dit was gewoon fucking James. James Christ is gewoon, jongen. Ja, dat weet ik, heb die kutpijl. Hou hem maar op. Zit er weer van ding dan? Nee. Nee. Ha. Oh, geef hier. Geef de ding hier. Onmiddellijk geef hem hier. Te episch. Hey dood. Dood, what the fuck. Objective. Oh, nee. Boom, oh, ik wou hem gooien naar die emu. Kijk, er stond er ook op dat ik hem wou gooien naar hem. Ik had hem ook nog! Volgens mij had ik hem ook nog. Volgens mij had ik hem ook nog wat. Kan ik kijken dan naar mijn kills te kijken? Hè? Waar kan ik het leaderboard zien? Bij end of zo? Of bij alt misschien? Tap, oké. Donut movies, kills, 0. Oké, okay. I know. Oh, oké, lief, dit is hem. Lief. Rennen. Ja, geef die paal maar weer aan mij. Haja! Het is een shotgun, man. Wat moet ik hiermee? Skills! Oh. Had ik hem nou of niet? Nee, volgens mij niet. Ik wil eigenlijk wel zo'n paalkill. Dat zou echt voor mij zijn. Fuck jou. Je emu. Nou is het klaar met jou. What the fuck? Wel, dit is interessant. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het is leuk, dat zeker, maar. Oh, kill! Son of a bitch. Ik heb je gewoon gekild, jongen.
Moeten de steden... Oh. Auw, verdomme. Ik had hem wel bij de dood. Ik had hem wel bij de dood. Zet fish. Ja, cloak engaged. Ah, ik was echt stil. Spijt me, jongens. I'm so sorry. Ja hoor, ik ben denk dat iemand hem... dat is wel een nadeel. Die cloning devices deze hele tijd. Even kijken. Tap, oké. En caps lock, doet dat iets? En shift? Nee, dat doet ook niks. Tap dus wel. Even kijken. Doe de moves. Kills, wat? 3 zijn. Au. Is dat nou ook dood of zo? Ja, 6 dood en 3 kills. 0 assists. Oké. Ik begin het te snappen. Dat is goed, hè? Wat? De fluff. Nee, ik ben gekillt bij dat. Nee. Hoja. Boe. Gekillt. Multi kill. Au. Au. Jij emu. Jij emu. Jij emu. Oh my god, ik moet nu de handgun. Ik heb hem gekild met de handgun. Eat this, sucker. Oh, ik had hem bijna. Bijna. Oh, was dat headshot met die boog of zo? Ja, oké. Oh, ik wil ook graag die boog. Hoe kan ik die boog krijgen? Jongens, ik heb de Haunted Edition. Hoe krijg ik die boog? Vertel het me. Au. Is... Door wat, mag ik vragen? Heeft hij een explosieve boog, hè? Wat is dat nou? Ik wil ook die boog. Vertel me nou alsjeblieft hoe ik die boog krijg. Wat is dat nou dan? Weer die... Ja hoor! Heb je weer die emo met die boog? Ik wil hem ook! Nou, dan ga ik proberen of ik straks misschien een klas met die boog kan aanmaken. Of ik die vrij heb gespeeld of zo. Weet ik toch niet. Ik heb hem gekillt met de handgun. Oké, je hebt het goed. Ik own je met een handgun. Noepje. Noepje. Crash uit, hè? Ah, wat is dat nou? Heb je hem weer met dat ding, hé? Jezus, oh mijn god, hij komt in mijn anus. Dat is niet, nee, dat is niet fijn. Even kijken, maar we gaan wel winnen. Dat is goed. En ik sta, weet ik veel, 7 kills of zo. Doe dan een lekkere kleine map, hier kan ik tenminste ook fatsoenlijk voor spelen. Oh, ik had gehoopt dat ik hem misschien... Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ik heb hem. Wat ik pro ben. Auw. Wauw. Wat is dat nou weer? Laat ik dood. Oké, leuk. Dan heb ik tenminste wel alle classes uitgeprobeerd. Dus het was een soort van goede eerste look op Crysis 3. En vooral deze vind ik grappig. Heb ik hem geowned? Nee. Ik ga wel even die doctor halen. Huh?
Oké, dit snapte ik even niet. In mijn rug met dat ding, hé. Oh. Ik kan echt niet wachten totdat ik gewoon mijn wapens heb en alles. Ja, ik denk wel dat ik een multiplayer serie ga doen, jongens. Ja, ik denk dat ik een multiplayer serie ga doen. Het heeft gewoon ook geen zin meer om gewoon campaign te zeggen. Ik denk dat jullie ook wel gewoon een multiplayer serie willen. Natuurlijk mogen jullie het zeggen, want dan weet ik tenminste wat jullie willen zien en alles. Maar... ja, ik denk dat ik wel campaign ga doen. Of er moeten gewoon superveel mensen zeggen van gaan campaign doen. De emu! Oh, ik heb die boog. Waar is die boog? Boog. Ja, oké, ik moet even wegwezen hier. Ik moet even cloning device. Oké. Now are we getting somewhere? Oké. Shield zo. Au. En cloning device, dat zie je dan nog wel steeds. Dus dat is dan wel goed. Ik weet niet wat dat is, echt waar. We staan wel dik voor natuurlijk, maar... au, ja, dat is wel jammer. Victory! Wat was hè? Lol. Even kijken, nu al mijn kills even laten zien. Alle 12 kills maar liefst. Nee, dat gaan we allemaal niet doen. Ja, heel leuk. Ik heb 12 kills, dus ja. Kan ik het ook doorstappen alsjeblieft? Ja, volgende kill graag. Escape. Leave session. No. Oh, oké, ja, nu saved hij het gewoon. En dan kan ik nu gewoon return to lobby. En dan kan ik ook weg hier. Leave session. Will end your current session. Leave. Yay. Even kijken. Customize equipment. Nou moet dat wel lukken, denk ik. Even kijken. Dit. Oké. Heavy hebben we dan. Oh. My. Yes. Halleluja. Oké. Ammo. Weapon skin. Standard. Hunter bow. Nice. Oké. Equip. Oké. Empty. Non-barrel. Dat heb ik allemaal niet. Oké. Back. Dan kunnen we allemaal classes aanmaken. Weet je wat, jongens? Ik ga even wat classes aanmaken. Tot volgende keer. Bedankt voor het kijken. Laat even wat likes achter. Vertel natuurlijk even wat jullie willen zien. Ik denk wel dat ik een multiplayer serie ga doen. Maar als jullie echt heel graag campaign willen zien met z'n allen. Dan zal ik wel even campaign gaan doen. Maar dan komt er ook een multiplayer serie daarnaast nog. Maar goed, laat het daarvan achter in de comments. Tot volgende keer. Bedankt voor het kijken. En wel, dan spreek ik jullie later. Dus ja. Laat het mensen, by the way, als jullie dus inderdaad campaign willen zien, gaat het wel te kosten van andere series. Dus ja, je moet wel even kijken natuurlijk. Maar goed, laat het mensen.